Zo, nou, we zijn aangekomen in Hellevoetsluis en daar ga ik Kaudi starten vandaag in ZZ Zwaar. Ik doe één proef, want twee proeven, dat was me de vorige keer met e-mail helemaal niet goed bevallen. En het leuke nu is dat ik hier zo vanuit die living naar mijn paardje kan lopen. Hé, Kau? Ja. Dat is heel leuk, vind ik toch. Hallo. Ja. Dus nou ja, we zijn uiteraard weer veel te vroeg en dat was deze keer wel heel gelukkig, want we zijn natuurlijk weer helemaal verkeerd gereden en 3 rondjes polder hier extra gezien. En nou ja, we zijn er gelukkig en het zijn supermooie banen. Ja, het ziet er gewoon heel verzorgd uit allemaal. En ja, op zich zijn we in vorm en die wissel naar rechts, dat blijft natuurlijk een drama. Maar ja, we gaan het gewoon weer eens proberen. Hey, go!
En zo kom je dus van een koude kermis thuis. Ik heb met Gaudi ZZ Zwaar gestart in Hellevoetsluis. En het was geen wereldproef. En dat het geen winst waard was, ben ik helemaal eens. Het drafgedeelte vond ik best oké. Eigenlijk nou, zaten er hele goede dingen in. In de galop heb ik fouten gemaakt. En de dingen die we heel moeilijk vinden, met de wissel naar rechts, die mislukten. En die tellen ook dubbel. Dus de series tellen dubbel, de pirouettes tellen dubbel. En de uitgestrekte stap telde ook dubbel. En daar heb ik gewoon iets fout gedaan. Ik kon de letter niet vinden, dus ik ging te laat de volte in. En ja, toen was ik een beetje rommelig aan het rijden. Toen kreeg ik nog een struikelpasje. En ook dat telt dubbel. Nou, dan ga je hard. En ik heb nog nooit zo laag gescoord. Ik had 54%. Dan zit ik net even op de uitslagen te kijken. Maar er is zelfs iemand met 45%. Nou, het is echt. Het is een andere manier natuurlijk dat die proeven nu beoordeeld worden. Maar dat hakt er echt in dit. Er waren er twee die hadden winst. En dat was een 60% en een 61%. Dus dat is ook niet echt overtuigend. En voor de rest iedereen ja, tot 45%. Volgens mij is dat zelfs verlies. Dus, nou ja, uithuilen en opnieuw beginnen of doorgaan. De verzameling moet beter, de galop moet beter. Die wissel naar rechts, dat moet toch een keer goed gaan komen. Maar ik heb wel zoiets van, ik weet niet of dit allemaal haalbaar gaat worden. Maar goed, schop onder je reet en doorgaan. Komende weekend heb ik niks. Volgende vlog ga ik jullie bijpraten over de merrie. En de week daarop ga ik met Ime naar Middenbeemster, naar een Alraco selectie voor het NK Friesen. Dus dat is een beetje de planning. Nou, ik heb het gefilmd. Ik heb het nog niet teruggezien. Dus dat, of niet, ik heb het niet gefilmd. Jamie heeft gefilmd. En ik ga hem eens even heel kritisch terug zitten kijken met de protocollen erbij. En nou ja, ik verwerk hem ook in de vlog. Dus je kan mee kijken en denken. En eventueel zeggen wat je ervan vindt. 54%. Vreselijk.